Remco wil weten of hij zijn backflip bij het freerunnen kan verbeteren. En Hidde wil weten wat een vuurtorenwachter nou eigenlijk doet. Dit is Willem Wever! Dit is Remo. Hij is 11 jaar en is gek op voetballen, beatboxen en freerunnen. Hij wil dan ook echt goed worden in deze acrobatische sport. Ik ben helemaal kapot. Vertel eens even, wat is jouw vraag? Hoe kan ik mijn backflip verbeteren in het freerunnen? Mijn backflip. Je backflip? Zie je hem nog? Nee. Ah, die gast is verdwenen. Hey! Maar deze man moeten we hebben, Remo. Dit is Tyrone. Remo. Hi. Hi. Ja. Dit is de enige echte Free Run Academy van Nederland. Goed, ja, stel je vraag maar, want hij heeft echt een hele dringende vraag. Hoe kan ik mijn backflip in freerunnen verbeteren? Dan ben je sowieso aan het juiste adres. Ik ga hem gewoon hier doen en ik kan je daarbij helpen. Oké. Okay. Hey, we gaan beginnen met de warming-up. Kriskels door elkaar hier rennen. En spring. Oh. Spring. En... Eén! En wissel. Zo. Wat is freerunnen nou precies? Freerunnen is eigenlijk een sport waarbij je gewoon jezelf traint. Wat je ziet, freerunners die laten heel veel coole trucs zien. Ja, een soort acrobatiek op straat, ja, soort van, maar heel los. Ja, je kan eigenlijk gewoon lekker vrij bewegen. Je bent gewoon zelf de baas over wat je doet. Wat is het belangrijkste bij freerunnen? Het belangrijkste bij freerunnen is dat je niet... dingen doet die je eigenlijk niet kan. En dat je gewoon sprongen bijvoorbeeld opbouwt. Dus niet in één keer hier beginnen, maar juist in stappen trainen. Want wat kan jij allemaal al? Nou, op de trampoline kan ik best veel, maar op de grond zelf vind ik het nog best wel eng. Je wil natuurlijk de backflip leren. Zijn er nog meer dingen die je graag wil leren? Want dit is het moment natuurlijk. Ja, van stang naar stang springen zo. Wow. Oh! Oh. Nou, Epke Zonderland, eat your heart out, man. Ik denk hem gewoon zoals jij nu, zoals jij hem normaal doet. Dus overpakken en achter. Oei! Okay. Dus wachten en los. Ja, zie je? Tik hem uit, man. Oh, nee, hé. Oh! Oh! Komt ie. Wow. Ja, netjes dit. Lekker gedaan, toppie. Hooggeëerd publiek. Freerunnen à la Jets. Je bent onder de indruk, hè? Hey, je gaat zo meteen de backflip doen. Zal ik hem eens even laten zien? Oké. Wow. Waar moet hij op letten? Waar je op moet letten nu, voornamelijk, is zorgen dat hij naar voren blijft kijken. Als je gelijk met je hoofd naar achter gaat, dan ga je eigenlijk best wel laag. Netjes, man. Ja? Dat was echt super. Ja? Echt super. Zullen we gewoon lekker parcoursje dat jullie achter me aangaan? Is goed. Dat doen we ook weer niet. Maar waar gaat het eigenlijk om bij freerun? Is het een soort wedstrijd of gaat het daar juist helemaal niet om? Het gaat eigenlijk helemaal niet om wedstrijden bij freerunnen. Je doet het voornamelijk lekker met je vrienden, omdat je veel van elkaar leert. Maar wat wel leuk is om te doen, is om elkaar een beetje uit te dagen. Dus gewoon van, oké, ik kan daar naartoe springen, kan je dat ook? Weet je, kan die het niet, dan kan je elkaar helpen. Hoe lang train jij bijvoorbeeld voor zo'n backflip, voordat je dat buiten durft? Ik kan dat voornamelijk met mijn sideflip. Daar heb ik echt heel lang voor geoefend. En die kan ik nu ook redelijk lekker. Een sideflip, maar... dat is een schroef? Nee, dat is een zijwaartse salto. Een zijwaartse salto? Ja, wil je hem zien? Vind jij het soms wel eens eng? Ja, sideflip gelukkig niet meer. Omdat ik hem nu gewoon zo in mijn lichaam heb zitten dat mijn lichaam gewoon weet wat hij moet doen. Maar ja, freerunnen, daar zit altijd gewoon angst bij. En daar, dat is ook goed om te hebben. Iets waar je naar moet luisteren. Je moet niet denken van, oh, ik doe het wel. Want... Ja, zeker. Ik denk dat je er wel klaar voor bent om gewoon lekker naar buiten te gaan. Tijd voor de next level. Oh. Fire starter.
Remo. Jij weet wie dit is, toch? Ja. Dit is hem gewoon. Dit is Bart. Hij is gewoon een van de beste freerunners van de wereld. En hij is hier speciaal voor jou. Inderdaad, Bart kan zich meten met de wereldtop. Op het Griekse eiland Santorini toonden Bart en zijn collega freerunners hun tricks, runs en drops. Zoals de back and front flip, rail flip, wall run, wall walker, bayo gap, cat leap en kip up. Geen verkeer. Ik kan me voorstellen dat jij ook heel anders naar de wereld kijkt of gewoon naar een straat, want jij ziet alleen maar mogelijkheden. Ja. Ja, ik kan er helemaal niks aan doen. Dat groeit. Dus als ik nu rondloop, zie ik alleen maar sprongen en andere dingetjes, salto's. Ga jij er altijd blind in? Of wil je van tevoren eerst het hele parcours zien wat je gaat afleggen en visualiseren? Ja. Nou, soms wil ik er wel blind in, maar ik weet dat het beter is om altijd even te kijken. Want soms lijkt iets dichterbij dan het daadwerkelijk is. Ben je wel eens een keer heel hard gevallen? Ja, gebeurt wel is, maar heel weinig. En meestal is dat omdat dan iets glad is of je hebt niet goed gecheckt wat het, ja, hoe het is. Maar ja, vallen hoort er dus ook een beetje bij. Maar je leert juist ook heel goed om te vallen. Dus vallen doet eigenlijk geen pijn. En heb je wel een keer iets gebroken of niet? Ja, ik heb één keer mijn enkel gebroken. En dat kwam omdat er een mat niet goed lag. Dus ik moet beter kijken hoe de matten liggen. Maar ja, vrij weinig. Eigenlijk in de 10 jaar één keer iets. En wat zou jij willen bereiken met het freerunnen? Voor mij gaat het om vrijheid, om te kunnen doen wat ik wil. We gaan iets oefenen, wat jij ook al hebt geoefend. De backflip, en die kunnen we hier gewoon veilig proberen. Klaar voor? Ja. 3, 2, 1. Woehoe! Wauw. Woehoe! Goed gedaan, man. Jeetje, ik ben trots, man, op jou. Ja. Wat heb je dit goed gedaan? Kikken. Heel fijn. Bedankt ook, man, voor de leuke dag. Top. Superleuk. Hij landt ook gewoon. Hallo, ik ben Leone en ik ben 11 jaar. Mijn vraag aan Willem Weven is, waarom krijg je soms spontaan bloedneus? Dit is lekker, zeg. Maar een vraag over bloedneuzen, dat is wel interessant, Leon. Zo krijg je dus een bloedneus. Gaat het? Ja? Gelukkig. Sorry. Maar niet alleen een flinke klap op je neus kan een bloedneus geven. Ik ga eerst eens wat vertellen over de neus. Aan de binnenkant van je neus zitten heel veel bloedvaatjes. Aan de binnenkant hier en aan de binnenkant van je neustussenschot. En die bloedvaatjes die zorgen ervoor dat de lucht verwarmd wordt voordat die bij je longen terechtkomt. Nou, aan het voorste stukje van je neustussenschot, dus hier van binnen, bij mij hier ongeveer, daar zit het plekje van Kieselbach. En op dat plekje daar ontstaan het vaakst neusbloedingen. En dat komt omdat daar de meeste haarvaatjes zitten. En haarvaatjes, dat zijn de kleinste en de kwetsbaarste bloedvaatjes. Het slijmvlies in je neus is extra kwetsbaar als de lucht droog is of als je bijvoorbeeld verkouden bent. Kinderen onder de 10 jaar en mensen boven de 50 die hebben er het vaakst last van.
Er zijn een paar dingen die spontane bloedneuzen nog eens extra in de hand helpen. Dat is bijvoorbeeld temperatuurswisselingen. Stel je maar voor dat je uit de vrieskou buiten komt en in een warme kamer komt. Te hard snuit als je verkouden bent, bijvoorbeeld. En verder ook nog... neuspeuteren. Godzie. Een bloedneus ontstaat vaak spontaan en je kunt er heel erg van schrikken. Er zijn mensen die zeggen dat je een koude sleutel in je nek moet leggen. Dat werkt niet. Wat wel werkt, is rustig blijven. Zorg dat je even goed een beetje voorover hangt, anders loopt het bloed allemaal je keel in. Eerst even goed snuiten, alle stolsels en de smurrie uit je neus. En daarna ga je je neus dichtknijpen. Dat doe je net onder het botje en je moet het echt minimaal 10 minuten goed dichtgeknepen houden. Dan ga je een beetje voorover zitten en wachten maar. Wachten. En nog weer wachten. En nog weer wachten. En wachten. Nog even wachten. Nou, even kijken. Nou, bij mij is hij over. Maar als hij nou niet over is, als je al zo lang hebt gewacht en afgeknepen, nou, dan moet je eventjes de dokter bellen. Axel vraagt zich af. Waarom stinken honden als ze nat worden? Honden houden van water. Ze vinden het dan ook behoorlijk plezant om door het water te spatteren. Minder fijn is de alles overheersende gruwelijke stank van het schattige beestje nadat hij een baantje heeft getrokken. In de vacht van de trouwe viervoeter schuilen allemaal inimini stinkende micro-organismen. Honden hebben een laagje vet op hun vacht dat de huid tegen water beschermt. Normaal gesproken ruikt dat niet al te sterk. Maar als de hond tijdens een boswandeling in een slootje springt en zijn vacht nat wordt, lossen de stofjes in het laagje vet op en komen in de lucht terecht. Als de hond na een wandeling bijvoorbeeld weer in de auto moet, komen deze vieze stankmoleculen niet alleen in je neus terecht, maar verspreiden zich ook over het auto-interieur. Hierdoor kan iedereen nog dagen van het uitstapje nagenieten. Als je liever niet te lang last wil hebben van de geur van natte hond, kun je de hond na een zwempartij het beste snel afdrogen. Maar een handdoekje is niet genoeg. Hoewel de hond er misschien niet echt op zit te wachten, kun je beter meteen voor het zware geschut kiezen. De föhn erbij pakken. Vond jij deze animatie ook leuk? Ga dan naar de site, want daar staan er nog veel meer. Hey Hidde, denk je dat ze ons kunnen zien? Nee, volgens mij niet. Nee. Laten we zwaaien. Hey! Dit is Hidde. Hij is 10 jaar, hij houdt van voetballen en gitaarspelen. Hij is gek op boten en wil later kapitein worden. Ja! Joe! Hey, denk je dat ze ons nu wel zien? Nee, ik denk het niet. Hidde, wat is je vraag? Wat doet een vuurtorenwachter? Wat doet een vuurtorenwachter? Waarom wil je dat weten? Nou, ik kom elk jaar op de Schelling en daar staat ook een vuurtoren. En ik wil altijd een kijkje nemen daarbij. Daar staat een hele mooie vuurtoren zelfs. Ja. Maar dat betekent dus dat wij naar... de Schelling gaan. Let's go! Er is een fikse storm op komst. Dus, Eschewet, hoe staat het met je zeebenen? Mooi, hè? Ja. Wat is er zo leuk aan de Schelling? Nou, je kunt naar het strand en kamperen elk jaar. En ben je eens in de stuurhut geweest? Nee, nog nooit. We hebben het 1 keer gevraagd, maar toen mocht het niet. Het mocht gewoon echt niet. We gaan het gewoon proberen. Kom. Dat was hij hoor, hij klopte zo hard. Echt? Ja. Nou, hier sta je dan. Hij heeft het ooit eerder gevraagd, maar toen mocht het niet. Oh, oké. Okay. En hij heeft eigenlijk lang op dit moment gewacht, toch? Ja. En hoe vind je het? Heel erg cool. Stuur jij de boot maar even. Stuur jij de boot maar even? Was ik ook maar zo klein. Meneer de kapitein?
Hoe belangrijk is eigenlijk een vuurtoren voor jullie? Dat is een hele goede vraag. De vuurtoren zijn eigenlijk de ogen en de oren van de Waddenzee. En als wij een probleem hebben, of er dreigt een probleem, dan hoop ik dat ze ingrijpen. Hallo, met Hidde van het Tiger. Spreek ik met de brandaris? Is de kust hier veilig? Goedemorgen, ja, de kust is veilig. Kom maar op de Schelling. Oké, ik had nog een vraag. Mogen wij misschien langskomen op de brandaris? Je bent welkom hoor, kun je door de brandaris. Oké, is goed. Doei, tot ziens. Hallo! Hallo! Bent u de vuurtoren, mevrouw? Ja. Hé, maar Hidde, ik dacht dat vuurtorens altijd rood, wit en rond waren. Nee, joh. Nee, joh? Hoe hoog is de vuurtoren eigenlijk? 55 meter. 55 meter? Ja, 55 meter. En dat is meer dan 200 treden. Heren, hup, met die beentjes. Ik kan niet meer, man. Oh, man, loop wat door. Ik... Hallo. Hallo. Goedemorgen. Wie ben jij? Zo. Ik ben Nicolette. Welkom op de brandaris. Nicolette, het eerste wat mij opviel... Ik dacht dat vuurtorens altijd rood, wit en rond zijn. Nee, Sjoerd, nee. Nee? Dat is een fabeltje. En ze zijn allemaal verschillend, omdat het ook de bedoeling is dat ze allemaal hun eigen karakteristiek hebben. Zodat ze ook bijvoorbeeld overdag, voor de scheepvaart, vooral vroeger, te onderscheiden waren. Kijk hem kijken. Kan je het zien? Ja hoor. Heb je de Schelling ooit op deze manier gezien? Nee, nog nooit. Hoe belangrijk is de vuurtoren eigenlijk? De vuurtoren is heel belangrijk voor de scheepvaart. Want hierboven, waar jij nu staat, op 55 meter hoogte, is de verkeerscentrale gevestigd. En hier vandaan bewaken wij het scheepvaartverkeer. Dus we zorgen dat alle schepen vlot en veilig kunnen varen van A naar B. Zeg hier, dus zullen we het scheepvaartbericht maken? Is goed. Samen? Ja. Ja? Oké, kom maar. Zo, nu staan we. Wow! Wow! Niet wegwaaien? Nee. Hou je goed vast. Het waait aardig, hè? Ja. Maar Nicolette, kunnen we die informatie wel snel winnen? Ja. Want ik waai bijna weg. Oké, dan gaan we nu beginnen. Wat vind je van het zicht, Hidde? Is het helder? Tussen. Ja, toch? Ja. En de wolken, wat vind je van de wolken? Veel wolken. Ja, het is wel een beetje bewolkt. Hebben vuurtorenwachters nou altijd in deze heftige wind moeten werken? Ja, al veel harder dan dit. Al eeuwenlang? Al eeuwenlang, ja. Wauw. En vanaf winddag 8, zoals nu... De brandaris ook een beetje te bewegen. De toren beweegt? Ja, ja. Moet je dit elke dag doen? Ja, elke dag om de 2 uur. Elke dag? Om de 2 uur, ja. Zullen we het snel gaan maken dan? Is goed. Hebben we genoeg informatie? We hebben genoeg informatie. Let's go. Hier kunnen we de golfhoogtes aflezen. Dit noemen we een golfhoogtemeetsysteem. 1,95 meter. Dus dan vullen we hierin, golfhoogte Noordzee, 1,95 meter. Dan zie je hier dat er een verhoging is van 10 centimeter. We hebben dus ook een windmeter. Het waait windkracht 7 en dan is het zuid-zuidwest. Heel goed. Verkeerscentrale Brandaris met het scheepvaartbericht van 11:30. Stormswaarschuwingen zuid-zuidwest. Zicht goed. LW Schelling 17/46. Dit was het scheepvaartbericht van 11:30 vanuit de Brandaris. Einde bericht. Mijn oma komt elk jaar op de Schelling en die vroeg zich af of u wel eens een mens in de duinen ziet plassen. Dat zien we wel eens. Want zoals je kunt zien, we kunnen iedereen heel goed zien vanaf hier. Je ziet gewoon alles wat er in de duinen gebeurt. Ja, dus als iemand dan gaat zitten plassen, dan zien we dat. Dit is dus radarbeeld. En wat wij doen hier vanuit de verkeerscentrale Brandaris... is het scheepvaartverkeer bewaken van Den Helder helemaal tot aan Delfzijl. Groene stipjes, dat zijn schepen. Waar ik naar kijk is eigenlijk, kort gezegd, of er ook gevaar voor aanvaring ontstaat. Ik moet voorkomen dat ze op elkaar botsen. Maar ook dat een schip bijvoorbeeld aan de grond loopt... of een verkeerde route kiest. Maar wat we ook doen is bijvoorbeeld als een schip in nood is... en dat gebeurt nogal eens, en dat kan zijn brand aan boord, omslaan... dan regelen wij hulp. Reddingboten, bergingsdiensten, helikopters, een dokter,
Waarschuw jij ook boten als er gevaar is? Jazeker. Als wij zien dat er iets dreigt mis te gaan, bijvoorbeeld als iemand op een ondiepte aanstevend, of bijvoorbeeld de kans is dat ze op een ander schip knallen, dan waarschuwen we de schepen. Zo. Nu staan we helemaal boven in de vuurtoren. Als de schepen hier buiten op de Noordzee varen, is het nog steeds een manier om te zien, oh, daar zit ik. Dus dit is een soort van herkenningspunt? Een herkenningspunt, ja. Om te navigeren. Vanaf hoe ver kun je de brandaren zien? Vanaf heel ver. De rijkwijdte van de lichtbundel is wel 29 zeemijl. Dus zeg maar even grofweg omgerekend 60 kilometer. 60 kilometer? Ja. Waarom heet een vuurtoren eigenlijk een vuurtoren? Vroeger werd er boven op een vuurtoren had je een soort plat. En dan hadden ze een kolenvuur. Dus Nicolette, we kunnen wel echt concluderen dat ondanks alle moderne apparatuur een vuurtoren toch wel echt onmisbaar blijft en heel belangrijk voor de scheepvaart. Ja, dat klopt. Brandaris, Orca, kanaal 4. Orca, de Brandaris, over. Brandaris, de Orca. Wij liggen voor de haven van Schelling en hebben motorproblemen. En wij zouden graag assistentie willen om naar binnen te komen, hoor. Ik ga assistentie voor jullie regelen. Standby. Jongens, een schip met motorproblemen. Hier ga ik een bergingsdienst regelen. Willen jullie mee? Dan regel ik dat jullie mee kunnen. Kan dat? Nee, ja, moet je wel snel zijn. Naar de haven, dan wel lekker achteraan dat jullie meegaan. Esma, wat ga je heen? Hier is de haven. Oh, oké, heel goed. Dit is voor hem. Bedankt. Hij staat er ook hopeloos bij daar op het dek, zie je dat? Hij kan ook niks meer, hè? Met stroom en wind drijft hij naar de kant. Hé! Hey! Jij bent volgens mij ook wel blij met de vuurtoren, hè? Hallo, waar is Hidde? Hidde, hier de Brandaris. Goedendag. Hallo, het probleem is opgelost. Ik wil bedanken voor een hele leuke dag. Hidde, heel graag gedaan. Dag. Is jouw vraag beantwoord? Ja. Weet je dat zeker? Ja. Nou, Nicolette, conclusie. De vuurtoren is onmisbaar. En jij bent meer dan een baken in een woelige storm. Dankjewel. Adjo. Goeie reis naar huis. Hoi, ik ben Britt. Ik ben 10 jaar en mijn vraag voor Willem Wever is... waarom leven paarden in een kudde? Zeer goede vraag. Waarom troepen paarden samen? Ik zit hier in de kern van het stiltegebied van het Horsterwold. En daar heb je de wilde paarden van hier. Dit zijn echt wilde paarden. Dit zijn geen manegeponies. Dit zijn de wildste paarden van Europa. Er wordt gejaagd op paarden door wilde dieren. Het zijn prooidieren. Dus het is goed voor hen om een kudde te vormen. Niet iedere paard hoeft alert te zijn. Ze kunnen alles een beetje ontspannen, een beetje taartromen. Een beetje lekker snoepen van het lekkere gras, terwijl de andere paarden alert zijn. Nu staan we echt vlak bij de kudde van Horsterwold. En nu zie je ook die verschillende groepjes. Want het lijkt alsof het gewoon kriskras 84 paarden door elkaar zijn. Maar daar zit echt een structuur in, daar zit een hiërarchie in. Je hebt groepjes met enkel mannetjes. En je hebt harems. Harems, één mannetje. Met verschillende vrouwtjes en ook wat jongeren. Maar als die jongeren een bepaalde leeftijd krijgen, 1 tot 3 jaar, worden die weggejaagd. Zeker de jongens. En die gaan dan als vrijgezellen in een groepje zitten. En die gaan dan oefenen om later hun eigen harem te kunnen veroveren. Want ja, dat wil ieder jongen natuurlijk, zijn eigen harem. Je ziet die ook constant dan in elkaars bovenbenen bijten, de voorbenen hier eigenlijk. Want dat is een heel goede truc voor later. Als je daar goed kan bijten, dan win je de strijd. En hier oefenen ze. En als ze hier goed oefenen, dan krijgen ze later veel kans om zelf een harem te beginnen. Maar er komt meer bij kijken als enkel vechten. Je kan pas een harem hebben en houden als je de groep veilig houdt. Als je interne conflicten weet te ontwijken met de groep, met andere paarden. En als je gevaar van verre loopt aankomen. Dus je moet gewoon... ja, een goede papa zijn, zeg maar. En dan krijg je je harem. Goede man. Dus,
Waarom leven paarden in een kudde? Het is niet alleen gezelliger, het is ook gemakkelijker en veiliger. Heb jij ook een typische Willem Wever-vraag en wil je samen met mij of Eshuet op zoek naar het antwoord? Stuur dan je vraag in via willemwever.nl.